Het succes van de BMW 3-serie, deel 3. Stelt u zich eens voor, het origineel, opnieuw gedefinieerd. Laten we met de perfectionering van het uiterlijk beginnen. Nieuw, de voorzijde. Kunststofbumpers benadrukken de individuele lijnen. Nieuw, de flanken. Krachtige verschijning door de verder naar beneden doorgebroken spatschermen achter. Styling als van de nieuwe 7-serie. Nieuw, de achterzijde. De vergrote achterlichten met een hedendaagse vormgeving. Kunststofbumpers rondom. Opmerkelijk hoe die nieuwe achterruit eruit ziet. Smallere, elegantere omlijsting. Een attractievere, modernere verschijning. Chroom, heel bescheiden gebruikt. Nieuwe kleuren, door de lakken en kappen. En dan het interieur. De stofkwaliteit, beter, robuuster en comfortabeler. Nieuwe kleuren, nieuwe dessins. Dat is hem. Het origineel. Opnieuw gedefinieerd. Met een nieuw beeld, een nieuw perspectief. We gaan door met de techniek. Ons doel, het hoogste veiligheidsniveau. Van de nieuwe 7-serie, de schokdempers. Een onmiskenbare toename van de veiligheidsreserves. Van de nieuwe 7-serie, ellipsoïde units voor het dimlicht en nieuwe mistlampen voor en optimale verlichting. Variabele stuuroverbrenging, ook in de 4-cilindermodellen. Stuurbekrachtiging en lichtmetalen wielen op de 325i Cabrio. Sportiever afgestemd onderstel voor de 320i. Brede 195-65 HR 14 banden al vanaf de 318i. Grote wieldoppen voor de 316i, 318i en 324d. Grotere tanks vanaf de 320i. Trefwoord milieutechniek. Nu katalysatorversie bij 316i. Hiermee is reeds bij het basismodel toekomstgerichte katalysatortechnologie beschikbaar. Trefwoord cabrio. Het open rijplezier begint in de toekomst al bij 2 liter. Rijplezier in de frisse lucht. Nu met de BMW 320i. Nieuw als extra leverbaar, betere radioontvangst door een nieuwe ruitantenne. Airbag stuurwiel, voor nog meer veiligheid in een nieuw ontwerp. En nog meer individualisme. Nog sportiever met het nieuwe M-Techniek sportpakket. En ook in de autosport is de 3-serie aanwezig. De wedstrijdsuccessen van de M3 zorgen doorlopend voor impulsen en actualisering van de 3-serie. Het extra individuele accent komt van de BMW Motorsport GmbH. Actueel voorbeeld, de M3 Cabrio. Een speciale uitvoering op verzoek, gepresenteerd op de IAA. De BMW 3-serie 1988. Het succes, deel 3. Het gevolg van al deze verbeteringen en vooral van de toepassing van de nieuwste technische ontwikkelingen van de 7-serie brengt ons bij een nieuw hoogtepunt. De perfecte afronding.